Ja, lieve vrienden, het is vandaag vrijdag 21 juni, de langste dag van het jaar. Het is met mooi weer, langer licht. Nou, we hebben mooi weer, dus wat willen we nog meer? Rebecca is boven bezig, beneden is het tot zover al klaar. Ik heb van de keuken een chaos gemaakt, want ik ga nu eindelijk proberen het wasgoed op te vouwen. Astrid die komt straks, dus ja, druk. Morgenmiddag visite. Ik weet het allemaal niet, maar ik wens jullie wel. En welkom bij weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel, die we waarschijnlijk aan gisteren gaan plakken. Want, ja, jullie weten het, met Rebecca, met Astrid, kom ik niet aan vloggen toe. Rebecca, die mag niet op de vlog van haar baas. Maar ja, waarom doe ik het nou? Want ze is toch boven bezig. Dus dan komt ze er ook niet op. Ja, toch? Maar in ieder geval, ik ga... Ruimte heb ik gemaakt. Ik ga daarmee verder. Dus ja, als ik dat klaar heb, dan is de kwestie dat weer netjes op goed zetten. De afwas weer neerzetten, omdat nou, de grond afwas. En ik heb nog niet genoeg voor de vaatwasser, die heb ik al wel ontruimd. Dat vanavond dat eten, ik denk dat ik dan wel genoeg zal hebben. Ik moet eventueel nog een bord afwassen, want ik heb voor mij dan geen bord. Ik heb nog één schoon bord. Kun je daar aan? Dat maakt niet uit, nee hoor. Nee, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van de dag. Doe het met een lach. Doe ik ook. Vrolijk zijn, blij zijn. En doorgaan met die banaan. Ja toch? Ja, ook al heb je verdriet. Dat zit van binnen, dat ziet niemand. Nee. Hoezo ook niet te zien. Dat zit van binnen. Dat is van mij. Een stukje van mij. Ja, van mijn mannetje. Ja, die zit hier. Kijk. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, geniet van alles. En tot later. Hallo lieve vrienden. Ja, het is alweer avond. Het is 18:36 en we leven nog ook steeds op 21 juni. Astrid die is geweest, we hebben lekker gegeten. Voordat zij kwam was ik druk bezig met eindelijk de was op te vouwen. Dus dat is ook aan de kant. Keuken is tot zover netjes. Ja, oké, okay. Er is een kleine afwas. Het eten is niet opgeraakt, dus ik heb morgenavond weer een maaltje. En daarna gaat alles in die vaatwasser. En dan kan dat ook weer schoon. Ja. De rest is mijn huisje aan kant. Ja, morgenavond nog even de bank schoonmaken, want ik krijg morgenmiddag ook visite. Maar die wil zondag niet komen, want dan wordt het te druk. Nou zeg, hoe oud ben je? Kom zeg, ze is jonger dan dat ik ben, maar dan wordt het te druk. Nou, bekijk het maar. Een apart figuur is dat. Ja. Maar dan ga ik de bank ook even verschonen, even een schoon laken van Frode erop. En ik denk dat het zondag ook meer buiten zit te worden dan binnen. Ja, de zonnescherm gaat ook naar beneden, dan parasol komt erbij. En dan komt het allemaal goed en ik hoop dat we inderdaad een gezellige dag zullen beleven. Ik wens jullie nu een hele fijne avond. Oh ja, en vergeet niet Maarten te volgen, hè? Nee, die is weer druk bezig te zwemmen. Hij gaat naar Sneek toe te zwemmen nu. Vanaf Leeuwarden naar Sneek. En dat allemaal voor kanker, ja. Dus ga hem volgen en doneer op hem, ja. Ga geld sturen naar zijn donatie en help. Ja, help de mensen die kanker hebben. Ja, help gewoon. Ik vind het grandioos. Maarten, zet hem op. Twee duimen voor jou omhoog. Kom op Maarten, zet hem op. Ik ben trots op je, ja, echt. Maar oké, lieve vrienden, doe dat ook. Ga kijken. Ga hem aanmoedigen. Helaas kan ik het niet doen. Maar degene die het wel kunnen doen, moedig hem aan. En ja, ik vind het gewoon... Ik ben zelf geëmotioneerd eronder. Ik heb er net ook zitten te huilen, dus ja. Mijn mannetje had ook leukemie. Acute leukemie. En die is niet kunnen helpen. Hij is er nog. Hij heeft het ook gehad. Maar... Hij doet het toch maar. Geen woorden voor. Toppie. Lieve vrienden, geniet van jullie avond en tot later. Doei, doei.
Ja, lieve vrienden, het is vandaag zaterdag 22 juni. Het is 11:13. Ik ga zo meteen even nog naar de deken om de laatste boodschappen te doen. Want ik heb ook geen broodjes meer voor de poezenbeestjes. Maar we zijn ook in de ban van onze Maarten. Ja, hij doet het goed. Ik heb zowel YouTube ervoor met live beelden. Ik heb voor verslag heb ik af en toe Omroep Friesland op de televisie. Ook Karin is helemaal in de ban. Die zit alles te volgen van top tot teentje. Zit alles uit te zoeken waar ze zijn, et cetera, et cetera. Dus ja, we houden elkaar op de hoogte. Ik wens jullie ook natuurlijk een hartelijk welkom bij weer een nieuwe vlog die ja, meer over Maarten gaat dan over wat anders. Want we zijn bezeten van die man. Ja, echt. Ik vind het een kanjer. Ja, dat, hij had net ook wat last van zijn schouder. Dat hij zwemt nu naast een boot. Dat, kijk zelf. En geniet. Typ gewoon Maarten in en Maarten komt wel naar boven daar op YouTube. Ja hoor, want iedereen die kijkt. Dus kijk ook mee. Gezellig. Allemaal kijken. Ja. Ik ga nu zo weg om boodschappen te doen. Daar is een bende, dat moet ik straks ook doen. Maar daar heb ik een vader was ervoor, dus komt allemaal goed. Ik zou zeggen, toppie, doe je duim omhoog. Like dit en geniet van alles. Zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, het is gewoon geweldig hoe hij dat neerzet. Wat een prestatie. Hij is staveren al voorbij, hè. Ja, het is gewoon geweldig. In één woord. Ik zit hier met tranen in mijn ogen, hè. Het is zo bijzonder, zo mooi. Ik heb wel in die tussentijd de boodschappen gedaan. Ik heb gegeten, mijn diertjes hebben gegeten. Ik heb een bakje koffie gehad. En ja, ik laat het jullie wel even zien. Het is opgeruimd. Gisteren heb ik uit de vriezer soep gepakt. Dat staat nog lekker te ontdooien. Dat is voor morgen. En het zal lekker dik zijn ook. Dus morgen, even, tenminste vanavond even wat water erin of morgenochtend. En dan zien we het wel weer. En dan staat mijn tripod niet goed. Zo. Maar dat komt allemaal goed. Ik heb de tuindeur dicht moeten doen. Ja, want ik zit met klappen. Oh mijn god, ja, ik vind dat prachtig. Ik leef helemaal mee, alsof ik erbij ben. Ja, ik ben er niet bij, maar toch. Hè? Je eigen man is eraan overleden. Onder andere had hij ook leukemie. Maarten heeft leukemie. Acute leukemie, weet ik veel. Als het beestje maar een naam heeft. Maar in ieder geval, hij zwemt. Hij is er nog. Hij kan het nog doen, mijn man niet meer. Maar daarom, oh ja, voor mijn mannetje. Ja, ik vind dit schitterend. Niet alleen voor mijn mannetje. Nee, ook voor Maarten en voor al die anderen die kanker hebben. We moeten er tegen vechten. En waarom moet iedereen, zoals op Facebook, die rotziekte met die K? Oké. Ja. Oké. Noem dat beestje bij zijn naam. Jij heet Caroline. Noem dat dan kanker. Het heet nou eenmaal zo. De ziekte kan er niks aan doen dat hij die naam draagt. De griep, zeg je ook de griep tegen. Ik dacht, ja, wat voor griep is dat? Je hebt zoveel soorten griep. Maar de griep is een verzamelnaam. Maar ja, kanker is ook een verzamelnaam. Want je hebt verschillende soorten kanker. Dus geef het een naam. Dan is het heel duidelijker voor iedereen. Ook voor mensen die een achterstand hebben. Er zijn mensen die weten niet wat jij bedoelt met die ziekte met die K. Dat weet er een heleboel niet. Dus zet gewoon kanker neer. Die en die is overleden aan kanker. Dan is het voor die personen duidelijk wat jij bedoelt. Wordt weer geklapt. Ja, hij staat voor een al door, hè. Ja, het is geweldig. Hij ligt op koers, hij doet het goed. Hij heeft wel heel even pijn gehad aan een schouder. Hij heeft daar een pijnstiller voor gehad. Hij is even naast de boot gebleven.
Zodat hij zijn, hoe heet dat? De mensen die hem verzorgen, steeds als hij zijn hoofd draait, aan kan zien. En dat kon hij eerst niet. En nou kon dat wel. Maar het is in één woord geweldig. Kijk zelf mee. Ga naar Maarten toe. Ja. Wie kent Maarten nou niet? Ga kijken. Ga erheen. Het is mooi weer. Wat wil je nog meer? Ja. Google even. Kijk waar die is. Rij er naartoe met je auto. Rij hem vooruit, zodat je op het volgende punt kunt staan om hem aan te moedigen. Ik zeg alleen een fijne middag verder. Ik krijg straks ook nog een visite. Aan de ene kant vind ik het leuk, aan de andere kant baal ik daarvan. En ik kan dan niet fatsoenlijk het volgen. Ik hou hem wel aan hoor, boeit me niet. Maar ja. Ik weet ook niet hoe laat ze komt. Het is een vrouw die komt ook met een booster. En ja, ze mag ook graag klagen. Ook al heeft ze pijn. Ik heb ook heel veel pijn. Ik klaag ook wel eens. Wie klaagt er niet? We klagen allemaal. Maar zij is een hele grote klager. Ze stelt er ook aan. En daar hou ik niet van. Ze kan zogenaamd niks. Zoals in een winkel. Er is hier een winkel. Kom ik regelmatig, jullie zien dat, de Big Bazaar. Dan moet ik met één hand moet ik een poortje open doen. Want die gaat niet elektrisch open, die gaat handmatig. Andere hand sturen kan ze niet. Nou, ze is jonger dan dat ik ben, hè. Maar ja, wie ben ik? Ik zeg altijd, je moet nadenken met wat je doet, want je kent het wel. Ja, maar ik heb dit en ja, ik heb dat ook. Als we ouder worden, krijgen we dat, hè, dat geblubber. Maar zij is ook nog eens een keer zo. Ze moet gewoon op dieet. Maar dat doet ze ook niet. Ik zit meer. Zij is nog in beweging. Zij doet een heleboel nog zelf. Dat kan ik niet eens. Wou ik maar. Ja, ik heb ook de afgelopen 2 weken heel veel gedaan. Maar ja, als je goed voelt kan het even. Maar heb ik mindere dagen kan ik niks. En zij kan het nog wel, dus. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En doe het met een glimlach, doe ik ook. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, mijn eerste visite is al geweest. Ik heb wel wat gekregen wat nooit niet weg is als je dat krijgt. Zoals aanrechtdoekjes. Ja, miauw, en even zien, 2 handdoeken met 2 theedoeken, ja, grijs ook, en met een geblokte theedoek, ja meisje, vertel, tegenwejo, en met een streep erin. Dus ja, dat is nooit niet weg als je dat krijgt, zulke soort dingen. Nee, kun je altijd wel gebruiken, toch? Ja. Dus daar ben ik blij mee. En we zitten nog, tenminste ze is nou weg, ik ben nou weer alleen. Nog steeds Friesland. En nou, hij schopt het ver hoor. En denk zomaar dat hij dit gaat redden. Hij moet maandag dus weer aankomen bij de finish. Dus ja, we wachten het. Geduldig af, we blijven hem volgen. Onze Maarten, onze kanjer. Ja, pet af voor hem. Diepe buiging voor hem. Diepe respect voor hem. Echt. Hij is top. 1 woord, een grote topper. Een geweldenaar. Ja, echt dat hij dit doet, hè. Wie doet hem dit na? Ja. Zijn er ook nog mensen die zeggen van ja, ik ga het proberen het nieuwe jaar? Ook de Elfstedentocht zien te zwemmen. Bereid je eigenlijk erop voor. Je behoort buddies te hebben, mensen die jou persoonlijk begeleiden, dokters moeten erbij zijn, etc. Dus ja. Maar ja, dat haal je er ook weer uit. Jouw onkosten moet je eruit zien te halen. Plus voor de medische.
afdeling, laat ik het zomaar even benoemen met mijn eigen woorden, dat ze verder kunnen kijken naar medicijnen om toch mensen te kunnen gaan redden van kanker. Dat ze niet doodgaan, 1, 2, 3. Het moet toch ook te kunnen genezen zijn. Kijk, we hebben niet allemaal het eeuwige leven. Dat geloof ik stellen, dat gaat niet. Maar toch, om dan ziek ben, dat... Waarom moet je meteen dood? Er zijn ook mensen die zijn nog zo jong. Baby's die al kanker krijgen en dan gelijk... Hoort niet zo. Een baby moet nog kunnen en mogen leven. Ja, toch? Ja. Maar oké, ik ga weer verder kijken, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ervan. Doe leuke dingen. Ga ook kijken, net zoals ik. Het is hier wat harder gemaakt. Ik heb de deur dicht gedaan, want ik had het... Dat ik mijn vriendin eruit liet. Toen stond ik nog zonder vest buiten. En dan met een blote rug en blote schouders vond ik het toch wel een koude wind. Dus ja, ik denk, ik doe mijn vest aan en ik doe de deur dicht. Kijk, mijn gang gaan, horen de buren me niet. Dus lekker rustig. Mijn eigen ding kunnen doen. Ze zeggen, ga niet van alles. Ga kijken of weet ik van wat. Ik ga mijn koffie pakken en ik ga die kant weer op. Ze zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, Maarten gaat zo ontzettend snel. Dat hou je niet voor mogelijk. Ik vind het geweldig. Wat een prestatie van die man. Moeten jullie nou eens kijken, daar gaat hij. Moet hij eens mijn lamp zo, dan kan ik ook wat zien. Even mijn muis erbij. Dit is live, hè? Hij doet het zo geweldig. Enkel dit traject staat er hier geen mens zo te zien. Ja, daar staan mensen. Kijk. Dit was het helemaal druk. Was het ook aan die kant, maar ja, dat moet maar kunnen. Gaat echt goed, wordt er gezegd. Kom op Maarten, gaat goed. Gaat echt goed, jongen. Geweldig, hè? Ik vind dat zo top. Nou, en dan heb ik ook de televisie er nog bij aan. En ja, dat zijn allemaal beelden. Ik weet het ook allemaal niet helemaal wat het precies is momenteel. Daarom is het live. En dat zijn gewoon losse fladderbeelden van wat geweest is, geloof ik. Maar hij doet het zo geweldig, echt. Het is een topper. Die hele Maarten is een topper, ja. Ik vind het gewoon in één woord geweldig. Maar, ja, wie is er, wie heeft er in aanraking geweest met kanker? Als jij dat bent geweest, dan weet je... Waar hij het voor doet. Hier, de pompenbladen liggen in de water. Ja, pompenbladen. Lelieblad, geloof ik. Ik weet het niet eens in het Nederlands. In ieder geval, waterlelies. Ja. Pompenblad, zeggen wij. Ik ben niet eens in de Fries, maar ja. Ik ben in Den Helder geboren, maar ik heb er zo lang gewoond en Friesland is zo mooi. Jammer, ja, ik kan, het is daar meer natuur en er is daar wel zee, maar ja, met zee ga je toch weer liever naar Den Helder terug. Als je daar geboren bent, maar hoe heet het, wat ik zeggen wil, ik zou weer niet terug willen naar Friesland nu. Wel om er een dagje erheen te gaan. Oh jee. Wat krijgen we nou? Oh, moest er eentje liggen. Ha! Anders stootte hij zijn kop. Vanwege de brug. Leuk. Ja, oh en dat. Ja, de lampen voor de nacht. Och heren, alles moest liggen. Dus ze moest onder een brug door. Ik denk, ze liggen stil. Maar dat kwam daardoor. Oké, ze gaan nemen nou weer vaart. Ook leuk. Ja, moet kunnen. Even weer Maarten zoeken. Oh, die gaat daar al.
Oké, bij de andere boot. Ja, die zwemt wel door. Maar oké, lieve vrienden, zet ook je computer aan. Ga naar YouTube. Typ Maarten van der Weijden in. W-E-I-J-D-E-N. Ja, Maarten van der Weijden. Die doet dit. Die probeert dus 200 kilometer te zwemmen. Uiteraard rust hij wel. Moet, verplicht. Hij eet, hij drinkt. Hij doet alles wat jij ook doet om te overleven. Maar wel in het water. Jij kan aan de eettafel zitten. Hij niet. Nee, hij hangt aan een plank te eten. Heeft hij top, kan hij weer verder zwemmen. Drinken wordt hem aangegeven met een stok met een netje. En dan kan hij drinken en dan kan hij weer verder. Het enige, slapen, dan mag hij op het water, op een matras. Speciaal matras met een speciaal dekbed of weet ik wat hij allemaal krijgt. Kan hij een uurtje knorren. En dan is het weer gaan met die banaan. Plassen, ja, ik denk dat hij dat wel gewoon in het water doet, maar zijn grote behoefte, zijn grote boodschap, ja, dat zal toch denk ik op een wc moeten, want anders krijg je smettingsgevaar en dat moet je niet willen hebben, nee. Oké, aan die kant lopen dan ook, kinderen zag ik, dus, maar oké, lieve vrienden, ik vind dit geweldig, maar wie ben ik? Vind jij het ook geweldig? Dan een duimpje omhoog. Ja. En dan merk ik het wel. Zeg, toedelidokies. Ja, lieve vrienden. Het is alweer laat. Het is, laat. Het heet laat. Ik ben wel eens later. Maar toch, het is 1 uur 51. Het is vandaag zondag 23 juni. Ik heb een feestje vandaag. Want ik ben jarig vandaag. 23 juni. 1957 ben ik geboren, maar in ieder geval, ik ga nou eerst lekker een beetje toe. Ik heb net broodjes klaargemaakt, ik heb water gekookt en ik heb dat in een thermosfles gedaan. Want ja, ik krijg nog wel een hoop bezoeken en dan heet het tenminste ook water van tevoren. Maar morgen maak ik het opnieuw, want het is nou om die kan warm te houden. En het is een kan die blijft goed warm, want hij was ook hartstikke duur. En hij blijft meer dan 24 uur heet. Maar dan moet je eerst wel even heet water erin gedaan hebben. En dan blijft het echt heet, nog langer heet dan 24 uur. Dus daarom, even water gekookt, thermoskan helemaal vol gedaan. Dop erop en in zijn houder. Ik heb een speciale houder erbij. Een warmhoutzak. En dat is dit ding. Dat is een lus. Ik heb mijn ophanger dus nog. Maar hier zit die in. En dat blijft behoorlijk lang warm. En ik heb er nog één, maar die heb ik weer opgeruimd. Want ik heb aan één genoeg. Ik heb een pan met soep, zoals jullie weten. Nou, ik heb al omgeroerd, even de boel door elkaar. Ik heb gezien van dat er inderdaad water bij moet. Want dan kun je je vork er echt erop inzetten. Dat moet me niet. En ik zal Frodo nog even zijn kap op doen. Nog even de laatste keer naar buiten. En dan gaan we naar bedje. Ja, want ik ben moe. En we krijgen straks druk. En dan ben ik Maarten nog aan het volgen. Die is nou ook aan het slapen. En ik heb gehoord dat hij om 4 uur weer begint. Dus ja. Dat ik zal lekker eventjes opgeschieten. En dan lekker gaan slapen. Ik wens jullie ook allemaal een slaaplekker. Met mooie dromen. Gezond weer op. Voor degenen die naar de kerk toe gaan. Een hele fijne, gezegende, liefdevolle kerkdienst gewenst. En tot de andere kant van de nacht. Doei doei!